Dit filmpje gaat over de opvattingen van de Canadese filosoof Charles Taylor uh, over sterke evaluaties. En dat sluit er maar aan bij eindterm 42. De kandidaten kunnen met een voorbeeld uitleggen dat een authentieke keuze volgens Taylor geen radicale keuze is. Hierbij kunnen zij Taylor's onderscheid tussen zwakke en sterke evaluaties uitleggen en toepassen. Goed, laten we bij het begin beginnen, want het kan eigenlijk ook niet anders. En uh, bekijken waarom... Wat eigenlijk Taylor doet als hij authenticiteit wil onderzoeken. En je zou kunnen zeggen, Taylor onderzoekt authenticiteit door de volgende vraag te stellen. Welke eigenschappen schrijven wij aan onszelf als handelende wezens toe die we niet aan dieren, dat wil zeggen niet menselijke dieren, toe zouden schrijven? En Taylors antwoord is het vermogen ons verlangens te evalueren. Na te denken zou je kunnen zeggen over die vermogens en ze te beoordelen. Laten we nu bij deze vraag en Telers antwoord op die vraag hebben bekeken, is bedenken van wat heeft dit dan eigenlijk met authenticiteit te maken? Of waarom stelt Taylor deze vraag als hij wil kijken wat authenticiteit eigenlijk is? Nou, Taylors' vraag gaat over authenticiteit. Omdat hij door mensen met dieren te contrasteren, wil bepalen wat ieder mens ten diepste is. Hij zegt dus eigenlijk, ieder mens is ten diepste. Datgene wat hem onderscheidt van dieren. En het is niet gek dat Taylor kijkt naar wat ieder mens ten diepste is. Want of we nou kijken naar Rousseau, of Marx, of Sartre, hè, alle drie die filosofen kijken vooral naar wat mensen gemeen hebben. Dus als ze de vraag stellen naar authenticiteit, kijken ze natuurlijk niet wat jij als individu uh, moet doen, of moet zijn om authentiek te zijn, maar vooral wat ieder mens moet doen, of moet zijn om authentiek te zijn. Nou, hoezo dan... ...evaluatie Als onderscheidend kenmerk tussen mensen en dieren? Nou, Taylor gaat er eigenlijk bij zijn antwoord van uit dat alleen mensen echt hun verlangens evalueren. Dieren kunnen, zelfs als ze verlangens tegen elkaar afwegen, en Taylor zegt dat het lijkt alsof dieren dat soort keuzes, om maar zo te zeggen, maken, toch altijd alleen nog maar hun verlangens volgen. Dus een chimpansee kan er misschien voor kiezen. Om uh, achter twee vrouwtjes aan te gaan, of heeft eigenlijk het verlangen om achter twee vrouwtjes aan te gaan, kiest misschien om achter één aan te gaan en niet om de ander, achter de ander aan te gaan, maar vraagt zich niet af, is het überhaupt wel een goed idee om achter die vrouwtjes aan te gaan? Dat vermogen om je verlangens op die manier te evolueren, dat is volgens Teder uniek voor mensen. Dus. Evaluatie is volgens Taylor ook nauw verbonden met authenticiteit. Taylor onderscheidt twee soorten evaluatie. Hij heeft het allereerst over zwakke evaluatie. En in zwakke evaluatie wordt iets als goed geëvalueerd wanneer je het verlangt. Dus op het moment dat je het verlangt, dan is als het ware de uitslag van die evaluatie dat het goed is. Sterke evaluatie is heel anders, want in sterke evaluatie wordt iets als goed geëvalueerd wanneer het waarde heeft, wanneer het past bij het soort persoon dat je wil zijn. En er is best een contrast tussen zwakke en sterke evaluatie, zoals we zullen zien aan het volgende voorbeeld. We nemen obesitas onno, iemand die lijdt aan obesitas en die dat vervelend vindt. Een obesitas onno vraagt zich af, zal ik een tompoes nemen? Nou voert Obestas onno een zwakke evaluatie uit, dan zou die kunnen zeggen ik heb zin in een tompoes. Met andere woorden, ik verlang een tompoes. Dus in een zwakke uh, evaluatie het nemen van een tompoes is goed, dus ik neem hem. Voert onno nou een sterke evaluatie uit, dan zou die kunnen zeggen, ik wil niet het soort persoon zijn dat maar blijft eten. Het eten van een tompoes is niet echt van waarde voor mij. En daardoor neemt hij misschien de tompoes niet. Dus afhankelijk van wat voor evaluatie je uitvoert, kan je ook tot een andere handeling komen. Dus het verschil tussen die zwakke en die sterke evaluatie maakt nogal uit. Nou, Taylor zegt van die sterke evaluaties dat ze meer diepgang hebben dan zwakke evaluaties. Vandaar ook dat hij de een sterk noemt en de ander zwak. Als je bij een keuze afvraagt, past dit wel bij het soort persoon dat ik wil zijn? Dan gaat dat dieper, zou je kunnen zeggen. Dan als je alleen maar afvraagt, ja, vind ik dit lekker? Vind ik bijvoorbeeld een tompoes lekkerder dan een moorkop nu? Dat heeft weinig diepgang. En je zou kunnen zeggen, in algemene zin is authentiek leven natuurlijk leven in overeenstemming met wat we ten diepste zijn. En dat betekent dan ook voor een steler dat authentiek zijn leven in overeenstemming is met onze sterke evaluaties. Die sterke evaluaties geven ons dus eigenlijk een soort ideaal om naartoe te leven. Iets wat we ook zagen in dat voorbeeld van Obesitas Onno, omdat Obesitas Onno eigenlijk een ideaal voor ogen heeft waarin hij niet zoveel meer eet. En een authentiek leven voor hem zou dan ook een leven zijn waarin hij dat inderdaad niet meer doet. En door dat wel te doen leeft hij dus ook inauthentiek. En dat maakt, volgens uh, Taylor ook, dat het voor hem problematisch is... om toch die poes te nemen. Dat dat voor hem als een verlies of als een vernedering uh, kan worden gezien. Nou, wat heeft dit alles, want daar moet je in de eindterm iets mee kunnen doen... met uh, sterke, je met radicale keuzes te maken? Nou, echt radicale keuzes, zo weten we nog als we even terugdenken... Aan wat daar uh, is gezegd in het filmpje van Sartre, die berusten eigenlijk op geen enkele evaluatie. Zelfs geen zwakke evaluatie. Ze berusten, om maar zo te zeggen, helemaal nergens op. Taylor zegt dan ook dat authentieke keuzes volgens Taylor dus zeker geen radicale keuzes zijn. Want ze berusten niet eens op zwakke evaluatie. Laat staan op sterke evaluaties die eigenlijk nodig zijn als grondslag van een authentieke keuze. Sterker nog, zegt Taylor. Er is nog veel meer mis met radicale keuzes. Want Sartre kan eigenlijk niet duidelijk maken waarom de keuze van de jonge man in oorlogstijd een dilemma is. Sartre zegt: Mijn typische voorbeeld eigenlijk van een situatie waarin je een radicale keuze moet maken, is de situatie van de jonge man die moet kiezen tussen zorgen voor zijn moeder of in het verzet gaan. Maar Taylor zegt: ja, als je echt radicaal moet kiezen, dan is eigenlijk hetgene wat je moet doen: gewoon iets doen, je een kant opwerpen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel erg makkelijk. Als dat het enige was wat je zou moeten doen, ja, dan ga je gewoon maar wat doen. En dan heb je een radicale keuze gemaakt. En dat is daarmee dan dus een goede keuze. Maar zo ervaart die jonge man het natuurlijk niet. Hij ervaart het als een echt dilemma. Hij ervaart het als een moeilijke keuze. En Taylor zegt dat kan Sartre dus eigenlijk niet duidelijk maken met zijn nadruk op radicale keuzes en absolute vrijheid. En Taylor zegt: Vanuit mijn theorie valt dat wel te begrijpen, want waarom is dit een dilemma? Het is een dilemma omdat beide keuzes waarde hebben. Het is een dilemma omdat beide keuzes gaan over de vraag: wat voor soort persoon wil ik zijn? Juist daarom is het zo'n moeilijke keuze. Maar Sartre kan dat eigenlijk binnen zijn theorie niet duidelijk maken. Nou, waarom hebben beide zaken waarde? Waarom, met andere woorden, ziet bijna iedereen de situatie waarin de jonge man verkeert als een echt dilemma? Waarom zien we dat als het ware onmiddellijk? Nou, zegt Taylor, die keuzes waar de jonge man, uh, ja, de zaken waaruit de jonge man kan kiezen, die hebben juist waarde vanwege onze gedeelde opvattingen over goed handelen. En die gedeelde opvattingen, die noemt Taylor de horizon van betekenis. En daarmee bedoelt Taylor dus opvattingen die, laten we zeggen, maatschappelijk gedeeld zijn. En opvattingen die wij vaak ook op ons nemen. En waardoor die jonge man ook zowel de plicht ervaart om voor zijn moeder te zorgen als de plicht ervaart om in het verzet te gaan. En dus zegt Taylor, de sociale omgeving eigenlijk, de mensen om ons heen dus, die schept die horizon en die maakt authenticiteit juist mogelijk, omdat ze mede bepaalt wat uh, voor ons van waarde is en daarmee mede onze sterke evaluatie bepaalt. En daarmee verzet Taylor zich ook tegen Sartre, want Sartre zegt natuurlijk juist, je moet je niet laten bepalen door je omgeving, je moet helemaal op jezelf teruggeworpen, absoluut vrij een keuze maken. Terwijl tele juist zegt, nee, je moet juist wel kijken naar die sociale omgeving. Die sociale omgeving die vormt mede wie je bent, bepaalt mede je sterke evaluaties en daarmee dus mede wat een authentieke keuze zou zijn voor jou.